Welkom bij aflevering 5012 van Broerloos. Het eerste verhaal gaat over een man die op zoek is naar zijn broer, zijn tweelingbroer. Sjaak de Wit is een 42-jarige man die op zichzelf woont. De moeder van Sjaak leidde een wild bestaan en beviel op haar 17e van een tweeling, Sjaak en Herman. Wie de vader van Sjaak en Herman is, is onbekend. Na 8 jaar wordt het de alleenstaande Gerda allemaal te veel en kan ze de zorg voor de jongens niet meer aan. Ze besluit 1 kind in een pleeggezin te plaatsen. In eerste instantie werd broer Herman in een pleeggezin geplaatst. Maar na 2 weken bedenkt de moeder van Sjaak zich en worden de broers alsnog omgeruild. Sjaak groeide op in een pleeggezin terwijl Herman bij zijn moeder bleef wonen. Nu, 34 jaar later, is Sjaak op zoek naar zijn moeder en broer. We hebben onderzoek gedaan en we hebben je moeder gevonden. Helaas, Sjaak. Je moeder is 2 jaar geleden na een kort ziekbed overleden. Maar gelukkig heeft ze nog wel 35 jaar lief en leed met je broer Herman gedeeld. Herman de Wit. Dat was niet zo makkelijk. Weet je wat je krijgt als je Herman de Wit invoert op Google? 9 miljoen hits. Zo. Heel uiteenlopende mensen, van gynaecoloog tot zelfs een programmeur van het filmfestival. Maar dat zou wel kunnen trouwens. Herman die was als kind al heel erg geïnteresseerd in films en kon vaak hele stukken tekst kon hij zelf nog terughalen. Ik kan me voorstellen dat het echt een ongelofelijke filmkenner geworden is. Een soort connoisseur van de film. Nou, Sjaak, we hebben je broer inderdaad gevonden. En het klopt, hij is inderdaad een filmliefhebber. Wat is zijn expertise? Is dat arthouse of een stomme film? Of... Nou, er wordt wel weinig in gesproken. Je broer houdt, laten we maar zeggen, van fysieke romantische films. Seksfilms? Ja, elk huisje heeft zijn kruisje. Maar je hebt hem gevonden dus? Inderdaad, we hebben je broer gevonden in Utrecht ondiep. En hij woont net als jij op zichzelf. Via een plaatselijke videotheek komen we aan het adres van Herman. Vroeg in de middag bellen we bij hem aan. Wat is dit? Postcode loterij? Nee, wij zijn van... Er blijkt enige verwarring te zijn over wie we zijn en we proberen het nog een keer. Nou, moet je naar de lul? Wij zijn op zoek naar een ene Herman. Ja, nou, dat ben ik. Nou, het is een vrij delicate zaak. Mogen we even binnenkomen? Delicaat. Na enige aarzeling laat broer Herman ons toch binnen. Herman leidt een onopvallend bestaan en heeft tot 2 maanden voor onze komst gewerkt in de worstdraaifabriek in Den Bosch. Daarvoor nam hij elke dag de trein. Na enige tijd vertellen we Herman dat zijn broer naar hem op zoek is. Herman is tot op het bot geroerd. Echt waar? Dat meen je niet. Ik dacht dat hij me nooit meer zou willen zien, omdat ik wel bij mijn moeder mocht blijven. Ik heb hem zo gemist. Ik wist het. Wacht. Dit koffertje. In de logeerkamer heb ik altijd dit koffertje staan. Voor als hij ooit langskomt. Mijn moeder was vergeten mee te geven toen hij naar dat pleeggezin ging. Er zitten allemaal spulletjes van hem in. Zijn beertje. Een brief van mama. Zijn pyjamaatje. Was hij vergeten? Ik denk niet dat hij dit nog past. Nee, dat denk ik ook niet. Kijk, dit is hem. Hé,
Maar die vent ken ik. Wie heeft de kaartjes? Je hebt toch geen kaartje nodig om hier te mogen staan? Indien wij ons op een perron bevinden, dienen wij in het bezit te zijn van een geldig reisdocument. En bovendien staan we te roken naast een rookzone, dus dat is een dubbele boete. Nou, ik vind dat... Hey! Nou ja, ik ken hem ook, maar wist ik veel dat het mijn broer was. Nee, ik schrik hier echt van. Nou, je broer schrok er ook van. Laten we verder kijken. Dat is die klootzak van de NS! Die zeikert met z'n... Wie heeft de kaartjes? Wie heeft de kaartjes? En zit jij te roken? Doe je dat thuis ook? Door die ongelofelijke zakkenwasser, ja, heb ik nu 340 euro boete uitstaan. Die ongelofelijke paardenpik! Wat, is die hier? Nee. Dat komt later pas. Oh, god. Nadat we uitgebreid en zonder camera met Herman hebben gesproken, was hij toch bereid zijn broer te ontmoeten. Ah, daar is hij.